ben hier de man die nu staat boeken. Ja, oké, dus we gaan eerst wat concept uitleggen. We gaan een 2v2 The Forest Survival doen. Ik team samen met Bell en Bo en we vechten tegen Royo en... Godverdomme. En Robin. Mm-hmm. Die hier nog aan het rondwerpen is. Wij gaan eerst naar onze locatie gaan. Ik zei te springen op de steen. Dan ben ik tegen verkeerde, ja. Deze hier is... Oh, je zei kaal, oké. Hé, wat doet hier? Er is iemand te veel bij ons. Ja, ze gaan hun kant op. Oké, gaan wij... Volgens mij zijn we... We zijn... Wow, we zijn hier. Ja, oké, dat is handig. Ja, we gaan richting... Wij hebben ons strafpanel. Ja, wij moeten die kant op. Fuck. Maar we gaan even het water over eerst. Dus het strakke plan is, boys... Allee, en girls, iedereen dat kijkt gewoon. Ja. We gaan in de kant van de ijsplaats wonen. Heb je redelijk veel gezegd? We gaan richting snow biome. Het enige waar wij moeten mee opletten is dat we heel veel warmte gaan nodig hebben. Maar ja, dus dat kan ook wel niet zoveel plaats. Ja, dus we gaan vooral veel traps moeten plaatsen voor lapijntjes en we gaan moeten jagen, dus ja. We gaan zo snel mogelijk aan die modderen boom te geraken. Ja. Ik ga even een snack eten, want ik kan nogal traag vooruit. Dat ik wel extra dingen heb, dat ik wel extra, stamina heb. Ik stel voor dat we in het eerste stuk van onze survival gewoon onze plaats gaan uitkiezen, waar we ons gaan settelen. En dat we eerst niet in de sneeuw, maar er net voor gaan. En dat we daarna pas in de sneeuw gaan als we het... dat lijkt mij logisch. Oh shit, ik heb u geslagen. Ik wou die... Geen probleem. ...kist openstaan. Ik krijg deze kist gewoon niet open. Oh shit. Heel de game loopt vast. Ja, dat is oké. Als je hem uitgeslagen, de game vond dat niet leuk. Wat een lieve game. Allee. En dus, de eerste 10 dagen in-game, denk je dat het was, is... Ja. Oh, konijn. Ja, fuck, ik heb geen boog. Had die al gepakt. Hoe mag je op boog niet meer? Je hebt klot nodig. Klot, touw en dingen. Klot, touw en sticks. Dus ik kan het maken. 2 sticks. Die. Ja, ik ook. En die. Maar we hebben nog geen arrows, dus we zijn er nog niet veel mee. Maar dan hebben we die ik al. Ik weet het, maar we hebben dit al. Dat is al een begin. Hier groeit aloe vera, dat is ook wel handig om te weten. Waar? Hier. En we zijn hier vlakbij een tentenkamp. Oh, deze is Chainsaw Cave. Chainsaw Cave is redelijk gemakkelijk, hè? Ik denk toch dat deze Chainsaw is. Grote kans. Ik heb geen aloe vera. Zeg je naar beneden gaan of niet? Ik ben naar beneden aan het gaan, ja. Ik hoop dat het Chainsaw is. Ik denk dat het Chainsaw is, maar ik ben het niet zeker. Of dit is Chainsaw of Cloth Cave? Cloth denk ik niet. Ik denk dat... we zien wel. Deze is dingen. Deze is hier waar je die... deze is Chainsaw, maar we hebben er ijspick voor nodig. Terug omhoog dan? Ja. Alhoewel dat je misschien rond kunt gaan. Ik denk dat je rond kunt gaan, dus we kunnen wel proberen, nee, maar... Ja. Weet je nog toen we dat met Robin deden, toen dat hij vooral ook daarin zat, dat wij super lang hebben gesukkeld om hem eruit te krijgen, omdat hij geen ijspick had? Ja, oké. Maar ja, ik zou normaal zien, zou ik hier een marker aan zetten, dat weten we waar dat is. Maar ja, markers mogen we niet zien, dus... Inderdaad, maar we weten dat we van buiten ongeveer. Weet gewoon als je het water overgaat, direct omhoog. Ja, of we zetten ons hier ergens in de buurt, want we zijn toch nog niet in Snow Biome. We gaan hier toch gewoon opstarten. Dat is waar, maar... En dan kunnen we misschien zelf die cave in ons gebied zetten. Kunnen zij niet aan Chainsaw geraken en je weet hoe handig Chainsaw is. Ja, maar Chainsaw raakt je via andere kanten ook nog. Ja, deze eigenlijk zo wat... Chainsaw is pretty easy om te vinden, omdat je daar op veel kanten op geraakt, hè, remember? Ja, maar in Albel vind ik deze hier wel een goede spot als we hier ergens water ook hebben. Hier, Turtle. Turtle? Ja, maar hij heeft zich ingetrokken. Gewoon met beiden op kappen dan, dat beest sterft wel eens. Nee, je doet daar geen damage op, dat is waar. Wat verwacht je dan? Als we een gewone pijl en boog hadden, maar ja. Kijk, we hebben hier water hebben... ook, hè. Oh, twee turtles! Oh, fuck, hij is er ook in. Ik heb hem één keer op zijn hoofd gehit, maar... Ik heb hem. Nice! Maar ik weet niet wat je van die landschildpad, omdat je daar shell van krijgt. Ja, we hebben hem. Ik stel voor dat we ons hier ergens settelen, want ik vind dat hier een redelijk goede spot is. We hebben hier water, we hebben hier bessen en we hebben die cave, dus... Ja, op zich.
Gewoon om te starten, hè. Hier gaat toch maar een klein ding komen totdat we warmsuit hebben, hè. Dus. Ja. Ik ga hier gewoon kijken voor een small log cabin. Of zet ik. Ik ga gewoon een hunting shelter. Is dat niet interessanter? Gewoon een klein hunting shelter, sheltertje. Ja. Yep. Wat zetten we hier? Gewoon puur het punt dat wij hier even kunnen saven is voor ons het belangrijkste, denk ik. Ja, en ik ga ook een watercollector plaatsen. Die andere hadden we nog even bij. Of plaatsen we ze meteen allebei? Mij maakt het echt niet uit eigenlijk. Eentje maar. Eentje hebben we maar nodig in het begin op zich en beter. Dat we die shells gaan sparen, hè, ja. Voor, Allee, want in Snowbiome geraken we toch niet aan dingen, dus. Hier zijn alle steaks. Nee, daar zitten geen tortels. Dat we in totaal vier van die dingen hier hebben. Hier zijn giftige bessen, maar ja, die kan ze nog niet wegdoen, dus ik kan gewoon ze kapot slaan voor de blaadjes. Dat was zo. Deze trouwens uit ons zicht. Je gaat de video's ook kunnen zien uit het zicht van de tegenpartij, natuurlijk. Hè. Ik zie een Lizar rondchasen. Ah ja, ja, doe maar. De andere video's zullen misschien beter geëdit zijn omdat wij deze gewoon editen, omdat anders gaat er content gespoild worden voor hun. Gaan zij weten waar wij zitten. En Robin doet dat van hun. Wij, Tibo en ik, we werken wat samen voor deze te editen. Dus we gaan er ook gewoon het beste van maken. Waarschijnlijk kan deze video's ietsjes minder kwaliteit zijn, maar dat is gewoon omdat Robin fotografie heeft gedaan en film en zo. Dus hij is daar net iets beter dan als wij. Hey Tibo, misschien kwaliteit qua editing, maar niet qua gameplays. No. Nee, dat denk ik dan wel misschien bij ons nog het beste. Alleen, je mag niet onderschatten natuurlijk. Ik onderschat ze niet, maar. Ik kan deze weg doen. Jij is aan het saven. Ja, ik ben aan het saven. Heel de game gaat even vaststaan, oeps. Ja, nee, heel de game was van dag en nacht aan het switchen de hele tijd. Ja, maar dan, ja. Ik hoop dat zij ook zelf snel genoeg hun eigen shit saven, dat er niks misgaat. Ja. Inderdaad. Bouwen wij er een murken rond of laten wij deze echt gewoon een klein murken misschien? Gewoon zo. Ik zou gewoon zo laten, dat boeit op zich niet. Maar ik zou gewoon echt een heel klein, geen grote, gewoon echt een mini murken. Aangezien dat ze ons niet mogen. Ja, goed. De enige reden dat ik één muur zou plaatsen, maar echt gewoon maar van één lang, is omdat we dan vogels kunnen, vogelhuisjes plaatsen voor vogels. En we zitten natuurlijk wel met die mobs, hè. We hebben geen huis waar we kunnen ingaan. We hebben voor hunting shelter gekozen, dus. Ik weet het, maar dan hebben we deze cave nog waar we het eigenlijk in kunnen rusten, hè. Ja, dat is ook waar. Ja, als er echt iets misgaat. Misschien echt letterlijk een mini murken, maar ik moet even dingen vinden. Defense. Ik ga letterlijk een murken maken van hier tot hier, van hier tot hier, van hier. Tot hier en dan weer terug. Dat gaat echt al 60 blok zijn, denk ik. Wanneer dat gaat meevallen, Pesk. Om te halen. Dat zijn. Oh, shee, dat is veel. Ja, kijk, we maken er het beste van. Maar dan hebben we toch iets van defense, dat zouden we toch saven. Ja, sowieso. Ik steek hier een deur in. Ik hak. Oh, schildpad. Ja, sowieso poppen, want ik heb die nog nodig. Hè. Ja, wacht even. Ik pak hier ondertussen een boom, totdat ze terug normaal is. Ja, ik hak anders, als jij kunt beginnen plaatsen direct. Ja, maar het is totdat die schildpad terug zijn nek uitsteekt. Hè. Dat is goed. Maar je kan hem ook nog altijd hakken, dan kun je hem komen. Ja, dan kom ik hem halen. Dan hebben we allebei nog een extra shield, dus wel handig. Ijsboom, ijs, ja. Ik ga jij hem slaan, want ik heb enkel... Ik ga even mijn boom ommaken, oké? Okay? Dat beest is nu toch niet zo snel. Oeps. Ja, we hebben hem. Ik pak hem meteen. Okay. Ik blijf even drangrekske, we hebben al 4 stukjes vlees ondertussen, dus dat is ook handig. Ja, dat is ook. Moet je eigenlijk zo rap mogelijk aan veren geraken, aangezien dat we pijlen moeten hebben. Ja, ik ga hier meteen een ding op plaatsen. En, Ja, doe maar. Samen naar die genie en verder hakken. Langs deze kant. Zouden we eigenlijk het voordeel van twijfel geven en hun misschien meer gameuren laten hebben als wij bijvoorbeeld straks weggaan, dat of zij op de server mogen nog? Of zeggen we wanneer iedereen gelijk voor de wet? Ik zou gewoon als we allemaal online zijn, dat is denk ik het gemakkelijkst. Ah ja, iedereen even. Oh, Tibo heeft hoeveel weer de verkeerde kant geplaatst? Nee, ik heb ze expres deze kant geplaatst. Meer kans op birdies.
als je ze hier plaatst. Oké. Dus. Iedereen even. Soms zult je in plaats van Royo of plaats van Robin zult je Dries tegenkomen. Het punt daarvan is gewoon. We Zij zijn proberen. minder online, dus. Oh, Ja, ik zie hier al ze zijn Lapins minder lopen, online. dus ik ga op deze route ga ik even een Lapin-trap installeren, zullen. Ah, is goed, is goed. Ik ben eigenlijk een Waar keer al één staat of hij twee hier? voorlaarsjes klaar. Allee, verder afgemaakt. Goed, reden. Ja, dat we ervoor kunnen bijhalen Hier. hebben. Wij moeten eigenlijk gewoon zorgen dat we zo snel mogelijk kunnen beginnen hunten. Vanaf wij beginnen hunten, is alles in orde. Ik ga hier ook even een fish trap installeren op het water. Ah ja, dat is wel goed. Rap vlees. Hoe rapper we vlees hebben, hoe beter. Ja, ja, we moeten wel wat extra Ja, rope hebben, maar. ik zou zeggen, eerst wel ons huis afmaken en dan pas die konijnentrap, aangezien dat dit belangrijker is. Ja, maar ik ga wel eerst dat draaienrek fixen. Ja, dat wel, want dat is gewoon eten, dat is belangrijk. Ja, maar wel, het is dan. Maar ik bedoel, zoveel bomen hebben we hier rond ons, dus we moeten redelijk rap direct wat verder beginnen lopen. En het kost wel meer What dan the dat we fuck, dachten. ik zit hier met een dikke krokodil. Het kan helpen? Ja, best. Maar het voordeel is, je krijgt er wel een zaarskin van als je dat ding neerkrijgt. Daar zijn Oh shit, jongen, dat beest heeft me al goed gehit. Oh, dat glitcht hier. Hij gaat gaan Krokodil! lopen. Wat pussy. Ik ga even pillen pakken. Hij moet echt low zijn. We hebben We hem. hebben hem. Oké, ik zal hem pakken anders. Het voordeel is, we Ja, hebben doe maar. meteen heel veel vlees van die krokodil, dus dat is ook wel handig. Kunt jij extra vlees pakken, want ik zit al vol. Ja, ik ben even deze boom aan het hakken. Het ligt bij Ik zie het wel nog hoofd. hoeveel. Hey, ik zie. Zij hebben een rope. Want Nee, ik zie wel we nog hebben die een ketting. rope, we hebben een rope, we hebben een rope. Ah, ja, fish Fish trap. trap. Die gasten gaan echt afvragen wat de fuck er aan het gebeuren is. Dat er ineens zoveel Ik nodig zie hier is. gewoon al, ik zie hier gewoon al een konijn lopen. Ah, maar Waar is al dat vlees? misschien zijn niet al die dingen van ons. Dat kan ook, hè, dat zij ook een stuk Nee, aan het bouwen ja, zijn. ik weet het. Het zou goed zijn eigenlijk dat ze beginnen, want anders. Allee, vraag ik toch af of ze er wel tijd aan gaan beginnen. Ja, nee, jawel, 30 sticks zijn al sowieso voor ons, want die konijnentrap is al zoveel. Ik moet even nog een draaiingrek fixen, want dat is wel echt nodig. Hier het draaiingrekje, dat kost toch niet zoveel en we gaan het toch van doen hebben, dus. Inderdaad. Ons kot zelf is niet groot, maar het is wel groot genoeg, snapte, dus het komt wel goed. Inderdaad. En voor de kijkers, in het begin, wij gaan wat nomaden spelen. Ik denk dat de andere groep eerder zal kiezen om op Bro, één plaats ik te heb een wonen. boom laten vallen op een krokodil. Echt? Ja, dus we hebben extra skins. Hey, we hebben nog vlees, maar ik kan hem nog niet oppakken, want Oh ik wil wauw, ik eerst zie rek. het! Ik wil eerst even dat rek hebben. Ik wist of je dat er nog een krokodil was. Ja, ik wist dat ook niet. Chance dat we die zo hebben, dat we ze niet hebben moeten. Dus wij gaan in het begin wat nomaden spelen, puur omdat. Ja, sorry. Geen Puur probleem. omdat we dan. Ja, we Deur hebben zet eerst ons erin. gathergerief gewoon nodig. Vanaf we dat hebben, gaan we op een plaats zitten. Het voordeel aan de kou is dat wij gaan hebben. Oké, ja, daar ten deen is moeilijker. Maar zij gaan ons komen pushen na een paar, na enkele dagen. Ik weet niet hoeveel episodes dat er van hier is. Dus ik weet niet hoe dat gaat geëdit worden allemaal. Maar het ding is, zij gaan ons pushen en zij gaan half dood zijn van de kou. Zij gaan constant warmte nodig hebben, vuurtjes moeten maken. En wij gaan dat niet nodig hebben, waar wij daarin vantage hebben. En in het begin gaat dat een grote rol spelen, daarna niet meer, maar in het begin wel. Ik heb de eerste beest hier al, ik even die tweede krokodil gaan halen. Waar lag die hier? Daar. Schiet, Ik zie ook hier ook gewoon een lizard passeren, dat is ook wel handig. Maar... Ik heb ook even een van mijn drie vleesjes eromhoog hangen, oké? Ja, dat is zeker goed. We hebben eigenlijk nog een droogrek nodig, fuck. Ja, maar dat is ook wel te pijzen, je hebt veel droogrekken nodig. Ja, op zich wel, maar ja, dit is onze echte beest nog niet, dus ik zal hier ook niet te veel tijd in verspillen. Het is echt gewoon een tijdelijke Zodat je oplossing. poppen. Ja, maar ik heb er gewoon twee in geplaatst. Dan komen we zeker toe als we een keer een dag niks Ja. hebben, snap je? Is dat niet de eerste nacht geen of maar één cannibal en daarachter meer? Dat is, ja. Je kunt altijd cannibal C komen. Het voordeel is, volgens mij zitten we niet echt op een route, dus. Ik kan nog iets even voorzien wat ook wel handig is: een warm vuurke. Het is geen route, maar normaal zouden ze wel naar hier moeten komen omdat we superveel aan het hakken zijn. Ja, dat is waar. Maar ja. Oh, nee, dat is een gewoontje, die wil ik niet. Ik kan meteen een firepit plaatsen als het niet geeft. Of een standing fire. Zo Een firepit. firepit.
En help dan even met de base af te werken, want... Ja, maar ik heb nog twee stenen nodig voor ons vurken en ik denk dat dat misschien handiger is op dat moment. Maar ik heb dat wel. Ja, het is al gefixt. Ik ga dat even aansteken. Ja, als we kunnen was dat wel verbranden direct. En daar ook voor. Het punt is... We hebben heel weinig bomen nog bij ons. Ja, dat is waar. Daar geef ik je volledig gelijk in. Oh, hier zijn blauwe besjes. Oh, ik heb de blauwe besjes per ongeluk kapot gestaan terwijl ik de boom wou kappen. Oeps. Geen probleem. Ik denk dat inderdaad niet alle locks van ons zijn, hoor. We hebben geen 63 locks niet meer nodig. Het was maar 67 in totaal of zo. Ja, inderdaad. En ik zie er niet afgaan. Maar ik zie er wel niet afgaan en dat vind ik raar. Ah, jawel. Ja, we hebben er juist in gestoken. Ah, het gaat. Oh, ja. Ik had hier ook nog ergens een boom. Dan denk ik wel dat alles van ons is, hoor. Maar waarom zouden zij echt meteen voor climbing en zo gaan zijn? Dat kan wel, dat zij direct voor gewoon grief zijn en daarna pas gaan bouwen. Maar dat zou ik ook wel niet slim vinden op zich, maar dat is mijn mening. Ja, het beter is dat je eerst een kleine base hebt om van daaruit verder te werken. Ja. Dat is iedereen zijn eigen speelstijl ook, hè. Oh, ik heb echt eten nodig trouwens. Ik ga even iets. Is er al iets droog of niet? Probably niet, maar ik wil wel een vurken op. Ik heb nog vlees over. Ik leg anders twee vleesjes op het vuur. Ja, of één. Ik heb ook net een vleesje op, op vuur gelegd even. Oké, Saba, ik kan nog. We moeten ook echt dringend sticks hebben, want. Yep, en water, want jongen, ik ga hier van soda moeten beginnen drinken, hè? Ik heb ook al soda gedronken, zo. Maar ik niet, maar mijn drinken is bijna leeg, maar ik heb het nu moeten pakken. Ik heb een tweede rek geïnstalleerd. Dat is handig voor extra vlees aan het hangen voor te drogen. Zo, dank eraan. En ik ga even eten. Ham. Ik ga ook even opslaan nu nog eens. Moet ik al een keer opslaan? Staat jij ook allemaal eens op, ja. We hebben er nog altijd wat meer. Oh, ik zeg hier een lizard. Dat kunnen we ook vangen in onze treppen. Weet het, maar lizards zijn voor ons nu het minst belangrijke, denk ik, hè. Ja, dan lizards zijn hebben wij nodig? Hert, konijn... Konijn is het belangrijkste voor ons, want dat kunnen we ook watertas en zo maken en dat soort andere stuff, dus... Inderdaad. Die raccoons gaan ook nog pittig moeilijk worden, maar ja. Maar raccoons zijn die ene plaats zijn er veel, hè. Ik heb eerder schrik voor dingen. Hert. Je zit met cannibals, kun je even komen helpen? Ik kan komen helpen, maar ik ben nog heel even met die twee... Ja, ze steken erin. Sorry, ik moest even die... Ik kom u helpen. Oh, die sprong. Deze is dood. Hier nog een. Die is ook neergekomen. We pakken ze mee voor benen en zo nu, want... Of niet? Ja. Jawel. En de lichamen zelf, die verbranden we. Right? Ja. Doe jij dat even? Ik kan ondertussen een stukje van mijn boom halen. Ik heb het lichaam achter u gelegd. Kunt jij anders één head afkappen voor een headbom als het ooit ervan komt? Dat is goed. Dat is een arm, dat is het hoofd. Dat is een andere arm, dat is het hoofd. Deze ga ik er al op gooien. Ja, ik help wel even met deze nu. Ik heb zijn armen toch wel en nu zijn benen nog. Het is niet voor die vlonder, maar ze rekken hangen letterlijk al vol. Ja, dan hou ik ze wel bij even nog, hè. Ja, is goed. Daar kun je eigenlijk geen botten meer van, hè, maar boeit niet. Jawel, ik krijg er wel botten van als je dat verbrandt. Toch niet als er geen hoofd meer aan hebt? Jawel, maar gewoon minder. Nee, plantjes, seeds, dat is altijd handig. Ja. Ook op een gegeven moment onze eigen aloe vera plantage beginnen, denk ik best. Dat is echt gewoon handig. Ja, dat is waar. Dat kunnen we wel gebruiken. Weer al of wat? Ja, koers, ja. Ze zijn nu aan het aanvallen volgens mij. Ik zie er nog één. Oh shit, die is recht. Oh, het zijn er drie. Eentje neer. Dat is deze laatste.
Ik moet even wat stamina extra krijgen. Oh shit, die guy heeft mij goed. Ik ga even meds poppen. Oh, mijn meds zijn ook by the way. Pakken we die lijken mee, hè? Ja, ik ben even. Ik ga even mijn boom verder kappen. Goed, ik heb dus een volledig gelijk op het vuur. Ja. We hebben drie botjes by the way van de ander. Langer dat we lijken hebben liggen, is het slecht voor ons, hè. Ja, wel, het is dat, ja. Waar lagen die? Ik zie de... Oh, zeg, hè. Ik ben die andere lijken kwijt bij dat. Hier is er een. Ik heb een vogel, dus ik heb veren. Super. Dat een kraai op een lijk. Ik wist niet dat zo was in deze game. Ik wist dat ook niet, maar wel handig. Als je dat lijk even op het vuur ook gooit. Ja, ik ben ermee bezig. Ik heb een lijk niet op één van de lijken niet op het vuur gesmeten. Ik heb erop gelegd. Dat is wel. En het is dus zo dat wij altijd beginnen, dames en heren. We beginnen met een kleine base en daarachter gaan we naar het gesofisticeerde stukje van de game. Ik heb hoeveel veren? 4 veren. Daar kan ik toch wel pijlen mee maken, of niet? Ik denk dat je er 5 nodig hebt. Nee, 5. Kut! Dacht ik dus al. Misschien moeten we toch ook een keer een lokslet beginnen pijzen voor... omdat de bomen hier wat verder beginnen weg te zijn. Nee, niet op zich. Hier op zich niet, denk ik. Het is bijna af, hè. Ik hoor er terug. Ja, er is er terug één bij mij. En ik heb niks van stamina, ik moet even een sodaatje poppen. Ja, kom maar achter mij staan, ik help. Wat ik wel. Hier, oh, en er is een turtle. Handig. Ik hoor er nog. Achter je nog. Maar deze heeft een stick, daarom volgens mij is hij in een boom geklommen. Nee, is bij mij. Achter je. Nice. Meepakken, hè. Even gaan kijken, ondertussen zijn die botjes misschien goed. Kunnen we zo snel mogelijk upgraded spier ook halen? Oh, er liggen er hier veel. Ik denk dat we... kalm maar aan een boombasket gaan beginnen nodig hebben. Nee. Ja, ik heb er al andere te veel. Ik pak er wel op. Andere bones kunnen we gewoon laten vergaan, hè. Dat boeit echt niet, hè. Jawel. Bones heb je echt nodig voor bone armor en al, hè. Ah, dat is waar, bonar, was ik even vergeten. Ik heb eerst en vooral de upgraded spier al gemaakt. Ik denk dat dat wel ook een handig ding is. Dat is inderdaad wel handig in begin. Ook voor te vissen, hè. Is dat supergoed. Ja, vooral voor te vissen is het eigenlijk goed. Voor eens lopen. Wat zeg jij, denk ik? Sorry. Nee, kan ik zitten. Voor wat jij voor was een beest, ik weet niet, boeit niet. Wij geraken nog wel aan animals. Goed, cannibal. Weer al, of wat? Ja, bij mij een vrouw. Zullen die andere guys ook zoveel cannibals hebben? Waarschijnlijk wel. Anders niet, dan is het moeilijker voor ons, hè, dat is niet erg. Weet je, we kunnen er alleen maar beter van worden in PvP. Ja, dat is waar. Coneflower gevonden, handig. Nice. Ik heb er hier nog... Oh, dat is ongemakkelijk. Dat was heel ongemakkelijk. Holy shit. Hey, schildpad. Ja, kan je niet vermoorden, jongen. Ik heb toch wel een schild te meenemen. Nee, ik moet er nog één hebben. Extra water. En extra vlees. Waar zit die schildpad? Hij loopt daar tegen een steen aan. Ik plaats gewoon nog een watercollector. Waar zit die? Weet jij nog precies waar het dat beest zit? Want... tussen mij en de beest dacht ik dat ongeveer zat. Maar waar zit jij? Ik zie geen namen, hè. Ik zie net een boom omhoog. Ah, daar. Ah, ja, dat is waar. Dat is het verwarrend, hè, want daar straks ik was ook zo van, waar zijt je, zeg je naar beneden gaan of niet? Puur omdat je naam meer zie, kon ik niet kijken. Oh, cannibal. Ik hoor het. Ik zie het. Achter u. Driehoek en ze aan elkaar slagen. Ze zijn elkaar aan het vermoorden. 4. Holy shit. Twee bij mij nog, ik heb er al eentje dood van de 3. Ik heb die met de stok neer. Ik heb er dringend hulp nodig. Ze lopen weg, precies. Nee, ze komen terug. Ik kom je helpen, zin, maar...
Ik heb honger, hè. Maar ja, ik heb nog niks kunnen. Dat is een. Eentje, de andere nee, weet ik niet waar hij is. Ik denk dat hij in een boom zit, maar boeit niet. Dringend onze locks nodig. Holy shit, is de. Jij dacht dat we op geen kruispunt zaten. En dat we gewoon op 5 minuten tegelijk zitten. Ik hoor het, ja. Laat mij eens het doen. Lukt het? Ik heb hem doodgeslagen met een steen. Ik ga even een vleesje eten, nom 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 nom. Ik heb hem doodgeslagen met een steen, Tibo. Mooi. Het moest gewoon gebeuren. We zijn nu wel s'nachts aan het werken, dat kan ook wel er veel aan doen natuurlijk. Maar... Je kunt moeilijk ja, vragen, hey guys, kunnen jullie gaan slapen? Ga moeilijk. Flowers. Ah, ik heb die log gepakt, oké, dan ga ik hier een andere boom maken. Ja, aloe vera. Dat we gewoon ook al te lang bezig zijn met deze muur te bouwen. Ik denk dat dit echt iets in tijdverspilling is. Nee. Als, wat moet ik gewoon een log hebben kunnen doen, maar dat hem er ook weet niet hoeveel ik bij kwijt geweest. En deze denk ik dan toch net iets beter als een cabin. Op zich, ik hoor er terug. Ik ook. Ja, ik zie ze, hij komt terug, ja, hij komt terug in mijn geloof. Oh, ik hoor dubbelstem. Ik hoor dubbelstem. Tibo? Ja, ik was even aan het wachten, omdat dat heel irritant is voor de opname. Ah ja, maar is het gedaan nu, ja? Ja, het is weg, het is weg. Ik denk niet dat dat echt tijdverspilling is, maar... Je hebt sowieso al een extra burcht. Hè. Zelf al destrooien ze later onze main burcht, dan hebben we deze nog. Hè. Inderdaad. Of we doen alsof dit onze main burcht is, en we, terwijl we een veel groter aan het maken zijn en iets anders, dat kunnen we ook doen. Hè. Ja, wel. Het is dat. Het is een goede... Ik kan denken, als we het doen alsof we hier wonen... Hè. Als we dat we doen, dat we hier wonen, maar eigenlijk totaal niet hier wonen. Maar kijk ook wat we voor ruimte hebben. Het voordeel is, we hebben wel deze cave afgezet ook. Als wij zo snel mogelijk die ice pick halen, dat we zo snel mogelijk die chainsaw halen, dan kunnen wij, ja, een rebreeder, dan kunnen wij gewoon, ik weet niet hoe snel, bomen hakken eigenlijk, gewoon met die dingen, hè. En als we dan moderne bomen al ook hebben, komt dat wel goed. Ja, ik durf te wedden dat zij ook niet volledig gaan spelen zoals reetjes. Ik denk dat zij ons wel ook gaan zoeken in die tijd, in die 10 dagen. Hun kennende, Royo en Robin. Royo gaat competitief spelen, maar langs de andere kant, wie verwacht er dat je zo hoog in de game gaat zitten? Dat is ook wel eens zoiets. Ja, dus ik denk niet dat ze verwachten dat we hier al zitten in game. Ze hebben misschien gezien wat we hebben, maar ze weten niet wat het is waarschijnlijk. Maar ik dacht, kijk, als we nu eens in een cave tegenkomen, hè? Nobody knows. Als wij nu per ongeluk met pijlen op hun schieten, nobody knows, buiten wij twee dan. Ja, als we poison arrows kunnen we ook maken. Maar dan met berry pouch kunnen we super snel aanraken als we die dingen hebben. Als we die, ik denk dat onze muur is af. Nog 2 logs voor de vogelnestjes en dat is al. Allee, voor de nestkastjes. Ja. Ik ga hier sticks even fixen. Ik heb schildpad. Nice. Ik ben ook sticks aan het fixen, oké? Okay? Ja, dat is wel het probleem. Het aantal sticks dat we hier hebben, dat is echt wel gelimiteerd. Maar... Heel gelimiteerd. Want, remember, we hebben er ook nog steeds nodig voor je traps allemaal, hè? En die kosten ook echt veel. Oh, blauwe besjes ga ik eten even. Ja, handig. Ik heb hier nog een schildpad extra. Dus nice. Ik heb mijn shield terug en het is aan het regenen, dus onze dingen zijn vol aan het lopen. Dat is ook handig. Inderdaad. Ik ga hier even nog wat... Wacht, waar zit onze poort hier nu weer al? Die zit hier, hè. Recht voor de campfire. Au! Oh, fucking hell, ik had het niet hier staan, hier staat een krokodil. Oh, wauw. Maar die boy staat hier ook gewoon met zijn mond open hoor, hij doet voor de rest niets, die krokodil, wauw. Ik zie er fucking 2, die boy, we zitten echt op de alligator spot. Ja, wat dat langs de kant geen kwaad kan, maar langs de andere kant wel een patant is. Inderdaad. We hebben een beetje water al. Nice, ik ben aan het... Oh, ik sta nog wel een lok. Is 2 loks? Ik heb nog 2 loks. Super, dat is wat we nodig hebben. Ik heb echt maar 1 stick nog extra. Sticks zitten we echt low.
ik even al save het, dat we... Is goed. Alles dat hebben. Ik ben aan het zoeken. Voor Six moet je echt op die plaats zijn waar ik nu ben. Dat is zo wat een stick heaven moment voor ons. Ja, ja. Ik zou achter deze zou ik wel zo snel mogelijk proberen naar dingen te geraken, naar... Icepick. Ja, Icepick ten eerste en Rebreather, hè. Ja. Ik ga dan uw konijnentrap afmaken. Konijnentrap is echt nodig. Fishtrap, die... Als we die hebben, dat is het belangrijkste. En die dingen is ook echt handig. Hoe noem het? Vogelhuisjes. Die vogelhuisjes, ja. Hier, ik ben hier ook even naar hier aan het gaan. Hier is ook wel een wasstik volgens mij. Dat is hier bos, dus. Zoveel. Ja, hier liggen er heel veel. Hier liggen er heel veel. Dat is handig. Inderdaad. Ik heb er 7, 8. Dan is deze nog 19. Oh, ik heb er zelf één extra. Hey. Hier heb ik al op. Ik ga denk ik eerst de dingen. Wat denk jij dat het beste is om eerst te doen? Konijn. Als we om Rebreather gaan en alles, kunnen we daarna terugkomen en dan zit er misschien een konijn of zo en dan hebben we dat ook al. Ja, maar als we vieren, als we achter dingen gaan en we hebben die andere gemaakt, dan kun je meteen vogeltjes vangen. Dus. Ik ben een 11 sticks aan het meenemen trouwens, zoals ik het zeg. Mooi. En ik ook cannibal. Ja, ik zie ze lopen hier. Ik spam knop dat ik een stick eigenlijk meeneem. Ja, er is een bij mij, maar ik heb juist low stamina. Goed of ik zit met een krokodil en met een cannibal, hey. Oh, en die krokodil valt mij aan. En ik heb geen meds meer, dus dat sukt wel. Dat sukt inderdaad. Het goede nieuws is, we hebben nog maar 3-2 sticks nodig. Ik heb er 4, dus die kan ik al fixen, maar... Ik moet even... Maar ik zie ook gewoon dat er een route in is. Kijk, door het bos is er een route van cannibals. Vlak achter onze base, dus natuurlijk kwamen we daar net superveel cannibals tegen. Langs de andere kant komen we wel aan heel veel botjes, dus dat is ook wel handig. Hé, maak jij van onze vogelkotjes af? Nee, ik heb te weinig sticks. Maar een paar die dat je hebt? Ik heb er letterlijk 2. Ja, dus je kunt het er al insteken. Maar ik heb hier sticks gezien, dus. Oh, ik heb 1 stick nodig en ik heb mijn eerste pijlen. Kan ik al beginnen met konijnen, snap je? Ja, en herten uiteindelijk ook, dat is ook wel handig. Inderdaad. Ik heb er 8 nu, nog 2. Cannibal, fuck off, echt waar. Ik heb er geen zin in op dit moment, nu gezever. Dus nee, Cannibal, ik kan je geen aandacht geven. Ik denk niet dat dat zo werkt, man. Lol. Één slag met mijn rug. Ik ben grijs al. Waar zit je? Waar zit je? Kom naar base, kom naar base. Hij zit erin, hij zit fucking in base. Hij is net door de deur gesprongen. Ik kom binnen, oké? Hij heeft mij letterlijk achter het rek geslagen. Ik had wel een extra stick bij, maar ik ben wel echt nog altijd gekregen. Oh shit, nog één! Open! Ik ben even vleesje aan het eten. Maar doe maar dicht, hij loopt weg. Kan hem... Het is moeilijk te raken vanaf hier. Het zijn er 3. 2 in totaal. Kan ik via hier erdoor? Feathered Spider. Mooi. Tibo, kijk waar ik op waar ik aan toe ben. Oh, dat was er net naast zijn hoofd, kut, sorry. Oké, even langzaam toe. Pak die bijl. Oh shit, hij heeft me neergeslaan, jongen. Ligt je dood? Ja, ik lig dood. Ik dacht dat ik hem wel ging hebben met 2 klappen, maar ja. Heb je mee?
Nee, ik ben net bij waar. Ligt jij in kamp? Ja, ik lig in kamp. Oh, hij ligt ook in kamp. Zorg dat hij mij niet doodslaat. Headshot. Help me even recht anders. Ik was weer aan het zoeken. Als deze hun doodskopje nog niet heeft, geluk. Anders waren ze ons waarschijnlijk aan het uitlachen. Melee denk ik voor mij nog ergens spelen. Nobody cares. Ik heb maar twee feathers. We moeten een extra bo. Holy shit, hier zijn veel van die cannibals, jongen. Nog een headshot. Nee, dat was ze nu wel hebben, Tibo. Ik heb er nog net weer rond ons huis vermoord. Normaal gezien zou ik dat nog niet meteen doen, maar ik denk echt dat we nood hebben aan een ding. Hè. Aan, hoe noem het? Extra, aan een trap. Van, het maakt niet uit van welke soort, maar gewoon. Het zijn er echt te veel, hè. Ja, of ik zou gewoon zeggen, we gaan nu gewoon om rebriden en alles beginnen gaan. Dat kan ook, ja, dat is ook goed voor mij, maar ik even hier ik in het water jumpen. Ik heb drie pijlen, denk ik, in totaal. Kunnen we wel ja, juist nog één boompje fixen, dat we wat extra van die vogel shit dingen hebben? Ja, oh, ik, deze gaat net niet diep genoeg voor covered in blot weg te krijgen. Ah, ietsje dieper gaan dan. Ik heb wel een boom ondertussen. Nee, dat is ook nog niet diep genoeg, ik moet nog verder. Oh, hier is de zee, dat gaat wel werken, denk ik. Allee. Ik ben benieuwd waar dat zij zouden zitten. Ik hoop niet op de spot waar dat Robin eerst zat. Vorige keer. Hij loopt als ze daar zitten, is het easy. Voor je het niet weet, heb je dit ooit eens geprobeerd als oefeningen. Een jaar geleden of zo. En toen is Robin op een rand van een klif gaan wonen met Dries en zien ik heb constant een vis. Dood door cannibal fallen match. Nice! Ik heb hier nog een vis. Ik heb hier een pretty goed merken gevonden eigenlijk om in te vissen. Ik merk het. Onweer, yay, cannibal time. En het is niet zo ver weg van hier, dus dat valt ook goed mee. Ik heb even die vissen omhoog hangen, hè, right? Ja, ik heb net alle voorlesjes afgemaakt. Super. Maar die gaan we echt nodig hebben voor zoveel mogelijk veren toch al te krijgen. Ik ben eigenlijk takjes aan het zoeken, want ik heb echt sticks nodig. Ik heb er like 2 maar. En ik wil ze nog niet in die andere trap gaan steken, aangezien dat we ze best zelf even gebruiken voor pijlen te maken, denk ik. Ja. Ja, dat is waar. Dat heb ik u gelijk. Deze traps hebben we op zich het minst nodig. Ik ga bij... Eerst even voor de breeder. We hebben niet koffers. Ja, maar we hebben niet koffers. Ja, maar ik weet toch niet waar je bent. Ik zie je toch niet meer door de muur. Kutzij. Ja, ik kan het niet goed uitleggen. Als je onze de base hebt... Ja? Kom eens uit Europa rond de base. Ja, ik zie. Heel op de, voor u naar links. Minder naar links, een beetje naar rechts nu. Ik zei met mijn lighter. Bro, ik ben scherp zelf ook. Ja, ik zie u. Hier voor u. Ja, ik zie u. Deze meer is nee, misschien ook een goed vismeer, een keer checken. Ja, er zitten visjes in. Nice, maar hier zijn koffers daar. En we weten alle twee early games en koffers echt gewoon alles wat je wilt. En visjes. Ja, visjes kunnen ook wel handig zijn voor eten en dingen. Dat meen je nu toch niet hoeveel. Ik heb hem. Ik heb er nog 3 vissen bij. En waar lagen die koffers uit hier? Oh, ik moet die allemaal kapot nog steken. Die speer is er wel verdacht goed voor. Kijk, wat heb jij gemaakt eigenlijk van speer? Upgraded, dat is met die bones. Hoe maak je dat? Been, een weak speer en... Ah, eerst een weak speer, ja, ik heb ook een weak speer gemaakt. Oké. We hebben nog maar 20 sticks nodig, dat valt ook goed mee. Ze hebben 128 logs nodig.
Ze hebben een ganse muur geplaatst, sowieso. Maar ja, sowieso. Dat kan niet anders, hè. Allee, eerlijk. Ze hebben ze op zich al dan iets, wat ik denk dat ze al verder aan is zitten. Ofwel hebben ze heel lang gesukkeld met een juiste basepot, ofwel hebben ze gewoon een goede spot gevonden. Oh, ik zie. Ofwel zie ik de secure lopen, ofwel zijn het cannibals. Ja, ik ben in het bos. Ja, dan was je het. Kunt jij nog even 10 sticks halen, dan hebben we al onze stick shit in orde. Gabber, ik ging net eten zoeken eigenlijk eerst, van ons draaid vlees. We hebben heel veel draaid vlees. Misschien moeten we ook een extra draaiing rek zetten, ik weet niet zeker, zeg maar. Nee. Dat kost maar 5 sticks, hè. Ja, maar gewoon eten wat je hebt, jongen, en dan... Hier, ik heb nog chicory gevonden. Extra blaadjes. Oh, cannibal. En ik ben nog niet op full health, dus hey. Komt goed, ik wil kloppen nu. Ja, hier al gedrooide armen. Ik weet niet hoeveel dat wij er eigenlijk nog nodig hebben voor ons vistrap. Ik zie hier een konijn gewoon langs onze konijnentrap lopen. Oh, dat is zuur. Ik heb nu terug 20 of 28. Ik zie cannibals lopen. Ik zie een cannibal met een konijn achter hem aanlopen. Ja, ik zie het. Die staat bij mij. Ah, oh, net in de arm, sorry. Geen probleem, maar ik ga even kijken of ik ook aan feathers geraken. Au. Ja, ik heb ook feathers. Handig. Ik kan ook pijlen maken nu. Oh, ik heb geen sticks meer. Ik kan geen pijlen maken. Maar zeg jij? In het water even. Ik ga heel even snel kijken of ik hier nog ergens sticks kan vinden, dan heb ik ook pijlen. Hier zie je sticks. Hey, ze zijn een shirtotels aan het maken. Ze zijn water aan het maken. En ze hebben... Het is een geluk om aan de shells te geraken, want... Nee, dat is onze shell, hè. Ah ja, dat is onze... Ah, oh, wow, ja, ja. Oh. Ze hebben nog een shell nodig. Maar ja, het is ook logisch dat ze dat hebben. Loopt jij achter mij? Ik loop in de buurt bij jou. Ah, oké. Okay. Het is een beetje iemand die passeren bij mij en ik wist niet wat jij dat was. Ze hebben ook superveel sticks nodig. Ja, ze hebben waarschijnlijk nu echt al draaienreks. Ik zie hier konijn. Ik zie hier een konijn. Pak mijn boeg. Nice. Hij loopt weg. Eerste konijn is een feit. Eerste lizard is een feit. Fuck, ik heb een hert 2 pijlen in hem geschoten, maar ja, die leven dan nog, dus ik ben erachter aan het lopen. Ja, als je dat kunt fixen, ik heb al een ding kunnen fixen, een konijntje, dus dat is ook wel goed. Hier, hert, loop maar u! Achter u! Oh shit, sorry, ik was niet aan het opletten, ik pak even mijn bow. Hij heeft al 2 pijlen in zich, hij is bijna dood dus. Kijk, ik heb mijn 2 pijlen terug, nice! Ik ben hem aan het pellen. Ja, ik was hem ook aan het pellen, we zijn hem echt tegelijk aan het pellen. Extra meat, altijd handig. Nice. Kut al dat ik 2 pijlen heb. 1 pijl kwijt. Ah ja, en één van die 2 pijlen is dan van mij. Nee, want dat zijn die 2 dat ik er heb ingeschoten. Maar ik heb hem gekillt met de laatste pijl, dus. Ja, maar die pijl heb ik nog niet gepakt. Oxy-konijntje, kan ik de konijntje aanlopen. Totdat het stil zit. Ik zie hier ook een konijn. Oh shit, een alligator. Dat maakt niet uit, loop achter de konijn aan, Tibo. Je bent tegelijkertijd sticks aan het verzamelen, ik hoop dat jij dat ook doet. Ja, ik heb 10 sticks. Dan kunnen we die fish trap afmaken. Ja, dat gaan we doen even. Kijk, want ik ben het konijn kwijt. Allee, ze liep daar met 3 alle kanten op en keek zo aan links naar rechts en ik was allemaal kwijt, ken je het? Ja, ik ken het. Maar ken het, als we in deze regio wat traps kunnen zetten, ook voor konijn. Ik zie hier een konijn. Hij zit vast. Maar ik zou die ene daar gewoon even laten, want like, ik ken het. 30 is gewoon echt veel sticks. Zijn dat 30 sticks? Ik heb hier nog een konijn. Ja, dat vastgeglitcht. Konijnentrip is 30 sticks.
Maar ik kan hem niet hitten op wonderbaarlijke manier. Dat sukt wel. Ik heb hem de kop ingeslaan met een bijl. Oh wauw, ik zie echt inderdaad twee konijnenhoofdjes liggen. Dus we hebben al één dier en twee konijnen. Ik heb nog maar twee pijlen. Ah, ik ook. Ik ga kijken voor veren nu. Ik heb drie rabbit fur al. Ik heb er al drie gepopt. Ah, nice. Ik... nul. No. Dan kan ik hem... Sparen we eerst voor warmzoet of gaan we gewoon meteen waterdingen maken? Want dat is ook wel echt ziek handig. Ik zou ja... Een waterskin is met dier, hè. Hij is met dier? Oh, dan zwijg ik. Dat zijn twee dier. Maar ik zou echt gewoon warmzoet. 6 dier, 1 bunny, 4 boars en 1 raccoon. Die boars en herten moeten we hebben. Dus eigenlijk moeten we eigenlijk nu Kees beginnen doen, hè. Ja, dat we eerst onze shit hebben en dat we dan verder gaan. Dat is wel een strak plan. Allee, ik ga wat gedroogde armen meepakken, wat gedroogd vlees. Ik ga hier nog een paar beesten omhoog hangen en een nieuw drying rig dat ik geplaatst heb. Ah, slim. Dan hebben we wat extra vis en hebben we konijnen en zo, dat is wel, denk ik, handig. Inderdaad, inderdaad. Oh, ik heb 4 veren, zuur. Is deze al draai? Nee, dat is nog rauw. Ik heb heel misschien een vogel neergeslagen dat op ons hutje zat. Kabeuren. Ik heb wel gewoon 5 pijlen bij hoor nu. Ik pak 2 draait niet mee uit. Is er een vogel? Zitten er, ah, nee, zitten er, ik weet niet hoeveel. Een vogel. Ah, bij mij niet. Ik kan hem niet hitten. Ah, kut. Bij mij zit er zo niks in, bij u zit er zoiets in. Hoe ik heb te weinig feathers. Pijl een vogel kilt. Dat had je niet gezien. Pak je pijlen, Tibo. Ik ben letterlijk mijn pijl is. Ja, hier is hij. Feathers, ja, niet pak veel. De ik heb 1 feather, maar. Ah. Ik zie daar volgens mij, is hij een rabbit of is dat een. Vogel. Oeps. Pak de veren. En de pijlen natuurlijk. Ik kan er bij maken. Ik heb er 5. Ik kan er ook terug bij maken. Ik heb wel geen sticks meer. Ik heb nu 7. Ik heb nog sticks. Wacht, hoeveel moet je er hebben? Ja, 1 of 2 of zo. Gewoon puur voor onder. Maar nee, als eigenlijk niet. Ik zie dingen. Ik zie daar rabbit lopen. Hier. Ja, hij loopt weg. 1 mis. Ga die. Ik had er ik even 2 pijlen. Ja, ik zal een skin en dan kijk alle rabbit skins bij. Ah, oké, sorry. Moet ik hem maar nu geven? Nee, ik heb hem. Dan hebben we er 4 van dan. Is dat? Ja, dat heb je nodig voor. Je hebt dat voor verschillende dingen nodig, maar. Ja, voor dingen is dat. Maar dat zijn items dat je normaal niet nodig hebt in zo'n base. Nee, maar je weet niet wat voor een base dat ze aan het maken zijn. Hè. Daar. Gaan we dan vertrekken? Ja, dat is goed, maar ik heb daar rabbit hier nog een. Ah, ik heb maar 1 sodaatje, dat is wel zuur.